Goedenavond, gemeente, hier aanwezig. Gasten in ons midden, kijkers en luisteraars thuis. Namens de kerkraad van wijkgemeente Grote Kerk heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Reehorst uit Nieuw-Beijeland. De organist is Jaap Kronenburg. De bloemen zijn vandaag als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar het echtpaar Knecht-Metselaar. Zij zijn 24 juli, vandaag dus, 64 jaar getrouwd. En naar mevrouw Van Aals Kuiverhoven. De eerste collecte is voor de diakonie en bestemd voor de voedselbank in Maassluis. De tweede collecte is voor de kerk. De uitgangscollecte is eveneens voor de kerk. De kerkenraad wens u en jullie een gezegende dienst toe. We zingen nu Psalm 116, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Waarna we ons voorbereiden op deze dienst in een persoonlijk stil gebed. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken die zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Voordat ik verder ga, gemeente, even het volgende. U ziet me in overhemd staan. Toestemming van de kerkenraad. Dus ik hoop dat u me niet kwaad aankijkt.
Want ik kan er heel slecht tegen die hitte. Maar die zit gelukkig ook bijna allemaal in een overhemd. Althans de broeders dan. Dus dan gaan we nu door met lied 178 uit Weerklank te zingen. Jezus leeft en ik met hem. Lied 178, Weerklank. Vanavond belijden wij ons geloof en wij doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis Nicea Constantinopel. En ik verzoek u voor zover mogelijk daarvoor op te staan. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijden ook wij vanavond ons geloof.
En ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om onze mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is, overeenkomstig de schriften. Opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Wij zingen uw gemeente lied 327 uit Weerklank. Lied 327 uit Weerklank.
Bij de opening van Gods woord bidden wij om verlichting met de Heilige Geest en vragen een zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere, onze God, voor de tweede maal vandaag is dit Gods huis geopend. En we zijn gekomen. Gekomen om te bidden, om te zingen, om te lezen, om te horen, om te spelen. Ja, wat wij ook hier komen doen, u weet het. En wij vragen of u onze harten wilt openen. Want daar gaat het immers om. Dat wij de woorden die we horen, dat die zich vastzetten in ons hart. En dat wij er iets mee gaan doen. Dat we hier niet alleen zitten om te consumeren, maar ook juist om iets te leren en het door te geven aan de naaste. En met het heil van u is bestemd voor ieder mensenkind. Ieder mensenkind heeft u lief. Maar zoals in een gezin zijn er stoute en lieve kinderen. Ook al hou je van beide. En dan gebeurt het dat die stoute kinderen van het gezin wegtrekken. En dat geeft verdriet. En zo doet het u ook verdriet als mensenkinderen met de rug naar u toe gaan staan. Of u helemaal afsferen. Dat doet pijn. Immers, uw zoon heeft zijn leven gegeven voor mensen zoals wij. En wij willen u in de eerste plaats danken. Dat we hier mogen zitten. Dat u onze God wilt zijn. Dat u ons zegent. Ook al zien wij dat misschien niet altijd zitten. Omdat het in het leven moeilijk is. Soms heel moeilijk. Soms lijkt het alsof u er niet meer bent. En wij hebben een vijand, uw tegenstander. Maar ook zijn we vaak onze eigen vijand. Omdat we leven door angsten, door dingen die ons geestelijk bezighouden. Terwijl uw woord zo rijk is. En u zelf zo vol genade. U bent de God die de zonde haat, maar de zondaar lief heeft. En dat is iets om te onthouden, om vast te houden. En iedere keer horen we dat weer. Maar door de hectiek van het leven gebeurt het dat u en alles wat met u te maken heeft op de achtergrond raakt. Dan zijn we zo druk bezig met onszelf, dat we u eerder gezegd gewoon vergeten. En dan gelukkig op zondag worden we weer wakker geschud. Worden we weer een les voorgehouden. En zo zitten we gereed en weten niet wat er vanavond gebracht zal worden. Het zijn woorden die in afhankelijkheid van u zijn genoteerd en zullen worden doorgegeven. En wij vragen, wilt u ze zegenen, alsof u ze zelf nu uitspreekt. Geef dat die harten van ons zo ruim geopend worden, dat we verzadigd worden door alles wat er van u komt. Zegen ons al goede, ja, neem ons in uw hoede. En geef dat we niet afgeleid worden door de hitte. Want we mopperen misschien wel dat het zo warm is. Maar we mogen toch ook dankbaar zijn dat de zon schijnt en dat het mooi weer is. Dat er wel veel mensen ook op vakantie zijn. Wij niet dus, anders zaten we hier niet. Of we moeten toevallig op vakantie zijn in de buurt en dat we hier kerken, dat zou kunnen. Maar wilt u ons allen zegenen en geven dat de woorden die gesproken worden voor ons van betekenis zijn. En wat of wie we ook zijn, dat maakt niet uit. Er wordt wel een dringend beroep op ons gedaan vanavond. En geef dat we dat ook zullen accepteren, er iets mee zullen doen, het zullen doorvertellen. We vragen u een zegen voor het werk van de koster die alles in gereedheid heeft gebracht. We vragen, wilt u zijn met de organist die ons begeleidt bij onze zang. En de kerkraad die aanwezig is, zodat de dienst regulier kan plaatsvinden. Ook allemaal zegeningen van u. En zo vragen we u dan, ga met ons tijdens deze dienst.
Bewaar en bewaak ons. Wees ook met uw dienaar, geef hem alles wat hij nodig heeft. Houd ook hem scherp. Dankzij deze hitte is het ook voor hem wat moeilijker dan normaal. Maar hoe dan ook, wees zo met ons allen. We danken u, we loven u en we prijzen u. Immers, u bent onze God en wij zijn uw schepselen. Zo willen we deze dienst verder voortzetten, onder uw zegen. Schenk ons die dan in ruime mate. Dank u, Heere Jezus. Dank u, Heere God de Vader. Dank u, Heilige Geest. Zo bidden wij in de naam van Jezus alleen. Amen. Gemeente, we hebben een schriftlezing vanavond uit Handelingen 7. We beginnen met vers 51 en we eindigen met hoofdstuk 8, het derde vers. Handelingen 7, vanaf vers 51 tot en met hoofdstuk 8, het derde vers. En met vers 51 vallen we midden in de reden van Stefanus. En als u het hele stuk wilt lezen, kunt u dat misschien nog eens thuis helemaal nalezen. Hoofdstuk 7 tot en met 8, vers 3. Wij beginnen dus met vers 51. En we lezen daar het volgende. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede. En ze knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep. En hij zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Tot zover deze lezing. Zalig zij die Gods woord horen, bewaren en eruit leven. Amen. Gemeente, dan zingen wij nu Psalm 141, de versen 1, 3 en 6 uit Weerklank. Psalm 141, vers 1, 3 en 6 uit Weerklank. Thank you.
Het thema voor de prediking, gemeente, is vanavond Jezus volgen. En wij zingen aansluitend aan de verkondiging zonder nadere aankondiging, lied 608 uit Weerklank. Lied 608 uit Weerklank, zonder nadere aankondiging, aansluitend aan de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, luisteraars, of u, als u meekijkt. Het is heerlijk als je vakantie hebt deze weken. Een heel jaar hard gebuffeld en nu lekker losgaan. Zo denken velen en zo doen ook velen. Anderen doen het wat rustiger aan en weer anderen gaan helemaal niet op vakantie. Gewoon geen geld of ziekte of ouderdom. Ieder heeft wel zijn redenen. Schiphol is in ieder geval voor velen geen optie meer. Het bijzondere van vakantie is dat als je in de vreemde bent en je wilt zondags naar de kerk, dat er dan soms van die Nederlandstalige diensten worden belegd. Of worden. Het mooie is dan dat leden van die diverse denominaties broederlijk en zusterlijk naast elkaar zitten. Dat men dezelfde liederen zingt en dezelfde vertalingen gebruikt. Prachtig toch? Maar terug in Nederland bestaan die diverse verschillen die hen scheiden helaas weer. We zullen maar zeggen of denken, we zijn allemaal mensen. En vanavond gaan we met elkaar eens nadenken over geloven. Wat is geloven? Misschien zijn we van kinds af aan gewend om naar de kerk te gaan. Met vader en of moeder mee, of met opa of oma. We wisten of we weten niet beter. Totdat we op een leeftijd kwamen dat we gingen protesteren, omdat we gingen puberen. Weer naar de kerk, naar de catechisatie. Waarom toch eigenlijk? Vraag het erover toch? Maar uiteindelijk zitten we hier dan toch maar vanavond en zijn we die episode toch te boven gekomen. Ieder van ons heeft deze vragen voor zichzelf beantwoord. En de vraag voor vanavond is dus nu, wat is geloven? Tenzij we uit gewoonte zijn gekomen, en dat is dan ook nog eens geen slechte keus. Wat is geloven? Daar kijken we vanavond eens naar een man waar de schriftlezing over ging. Stefanus laat namelijk precies zien wat geloof is. Echt bijbels christelijk geloof. Waar het eigenlijk om gaat in het leven. Geloven is namelijk, naar mijn mening althans, op de weg van Jezus gaan. Leven voor hem. Doen alsof hij. Worden zoals hij is. Hem zonder meer vertrouwen. Maar is dat ook uw geloof en het mijne? Er zijn opvallend veel parallellen te trekken tussen Stefanus en Jezus Christus. In hoe hij is en in wat hij doet. Laten we eens kijken. Stefanus is vol van de Heilige Geest. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. Evenals de Heer Jezus. Stefanus deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Net als Jezus. Stefanus geeft onderwijs. Hij preekt, net als hij, Jezus. En dat roept weerstand op, zoals dat ook gebeurde bij Jezus. Hij moet twistgesprekken voeren met de geestelijke elite, met outsiders zoals Jezus ook moest voeren. En we lezen over deze lieden in hoofdstuk 6. Doch er stonden sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreneërs en der Alexandrijnen en van de Joden uit Sicilië en Azië en reden twisten met Stefanus. En ze waren niet bij machte de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. En Stefanus wordt eveneens als Jezus vals beschuldigd. Hij komt voor de Joodse raad
het Sanhedrin. En deze hadden nogal eens de gewoonte vooraf een mening te vormen over iets of iemand. Ja, net als Jezus wordt Stefanus onschuldig veroordeeld. Maar ook hij bidt nog voor zijn moordenaars. Reken hen deze zonde niet toe. En we zouden ons af kunnen vragen of wij dat op zouden kunnen brengen. Bidden voor de beschuldigers en de vervolgers. Ik denk dat ik er eerlijk gezegd wel wat moeite mee zou hebben. Stefanus volgt Jezus. Heel letterlijk in zijn geval. Kijk, en dat is nu echt geloven. Jezus als Heer erkennen en zijn weg gaan. In Stefanus geval de weg van Jezus lijden. Maar in ieder geval ook de weg van zijn geboden. Geloven wil niet zeggen reden twisten over allerlei regels wat wel of niet mag. Zoals we ook vaak onder elkaar nog doen. Anderen opleggen wat wij menen. Soms met koude harten. Stefanus, geïnspireerd door de Heilige Geest, geeft de mensen die met hem reden twisten een lesje kerkgeschiedenis. Zo zou ik het tenminste willen noemen. De geschiedenis van God met Israël, dus zijn eigen volk. Van de verkiezing van Abraham tot het met het doden van de rechtvaardige, Gods eigen zoon. Maar zonder succes. En het Sanhedrin wordt wit heet. Maar geloven is Jezus volgen. Volgen zonder vragen. Hem toegewijd zijn. Ja, Jezus volgen, dat klinkt mooi. Maar toen ik jong was en naar catechisatie ging, kreeg ik vaak wat voor de bus mee. De geldbus voor de catechisatie bedoel ik dan. Zo'n echte ouderwetse collectebus. En toen was er aan de over van de kerk een tabakzaak. En misschien voelden we hem al aankomen. Daar hing een snoepautomaat. En daar paste precies dat geldstuk in. En geloof het of niet, jarenlang kwelde mij dat gebeuren. En ik dacht dat ik geen volgeling van Jezus meer kon zijn. Ja, ik dacht dat ik naar de hel zou gaan. Vanwege dat feit alleen al. Tot ik geloofde dat Jezus mij dat echt vergeven had. En toen werd ik later nog dominee ook. Onvoorstelbaar. Je houdt het bijna niet voor mogelijk. Maar het is echt gebeurd. Jezus volgen. Het was toen in Jezus' tijd al een crime. Het Sanhedrin, de Joodse raad, had zijn uitleg over Mozes en de profeten. En daar viel dan ook niet aan te tornen. De uitleg van Mozes en de profeten lag als een vast systeem gereed. En daar had je je maar aan te houden. En dan die zogenaamde libertijnen die ik noemde uit de diverse plaatsen. Die dachten er ook zo over. Weg met die dwaalgeest, Stefanus. En dat doet me in onze tijd denken aan de leren van de islam. De profeet en Allah. En je kan wel eens de indruk, of je kunt beter iets over Allah zeggen, heb ik wel eens de indruk, dan over de profeet Mohammed. Want dat kan je dan het leven kosten. Het is een godsdienst van gehoorzamen. Liefdeloos. Maar in de situatie van Stefanus was zijn leven ook niet veilig. Was hij zo vol van de geest. Moest hij nota bene zijn leiders de schrift uitleggen en vertellen wie Jezus was? Moest hij uitleggen waarom de leiders van het volk blind voor waren? Ja, dat moest hij van de Heilige Geest. En die gaf hem de woorden in de mond. En dat kostte hem zijn leven, ja. Soms kan het zijn dat je met verwondering merkt dat de Geest je woorden in de mond legt. Bijvoorbeeld bij een pastoraal bezoek of tijdens de dienst. Soms klotst het zweetje in de oksels voor je woning binnenstapt. Zie je er tegenop. En ineens valt er dan een diepe rust over je. En is de uitkomst van een dergelijk bezoek zo heel anders dan je verwachtte. Ik denk herkenbaar voor de broeders en zusters die pastoraal werk verrichten. En dan
dan zie je dat de Geest in je werkt. Jezus volgen. Jezus volgen, daar is een mooi kinderlied van. Maar er is meer dan alleen dat volgen. Geloven wil zeggen dat Jezus zelf in het middelpunt voor je staat. Dat je leeft met hem. Waarom kon Stefanus nu bidden voor zijn moordenaars? Omdat hij Jezus voor zich zag. Heel letterlijk. Aan de rechterhand Gods. Omdat de geest die Jezus geeft in hem was. Dat is nu gelovig leven. Stefanus had de Heilige Geest ontvangen. Spurgeon zegt over Stefanus: dit is nog niet alles. Hij werd nog hoger bevorderd. Nadat hij, Stefanus, de wijze apologeet en de dappere verdediger van het geloof geworden was, stopte hij daar niet, maar hij steeg tot op de hoogste rang in het christelijke leger. Hij verkreeg een ongeëvenaarde waardigheid, de allerhoogste adeldom, de grootste heerlijkheid. En ik bedoel de naam en eer van martelaar. Stefanus de diaken werd eerst Stefanus de prediker, daarna Gods trouwe en waarachtige getuige die zijn leven aflegde om zijn getuigenis met zijn bloed te bezegelen. En wie van ons zou dat vanavond durven zeggen? God, hier ben ik met mijn leven. Ik heb zo voortreffelijk geleefd, ja, naar uw wil. Zie eens hoe ik met mijn naaste ben omgegaan. En ik ga wekelijks naar de bijeenkomst van de gemeente. Ik zit zelfs apart in het zwarte pak. Kijkt u maar. Daar moet u toch wel blij mee zijn. Dan is er voor mij toch ook nog wel een plekje in het vaderhuis van u. Wie zou dat durven zeggen? Nee, we moeten het hebben van een ander. Van de Heere Jezus. Dat betekent dat ook wij hem moeten vertrouwen. Ik ken een stervende die voor het sterven wekenlang iedereen vertelde: ik vertrouw Jezus. In het aangezicht van de dood vertellen dat Jezus van je houdt en jij van hem. Dat je hem vertrouwt en zegt dat je weet dat hij je komt halen. En bij de laatste stuiptrekking van de boze, zoals ik het maar noem, om een ziel te winnen, verscheen Jezus zelf naar betrokkenen en stak de stervende de hand toe. Zo kon deze persoon in vrede sterven. Zo is Jezus. En je kan het verknallen in je leven. Je kan denken dat je niet naar hem toe mag gaan. Je kan weet ik wat denken. Misschien heb je zelfs de vreselijkste dingen gedaan. Jezus steekt zijn hand naar je uit. In wat voor omstandigheid ook. En dan moeten we natuurlijk niet denken dat datgene dat ik vaak voor de voeten geworpen krijg een makkelijke weg is om maar raak te leven. Zo van je zondigt maar raak, want je krijgt toch vergeving van Jezus. Nee, zondigen is een dodelijke ernst voor God. Dus ook voor Jezus. God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde. Dus wel berouw van je daden hebben en hem dat belijden. En dan ben je wel met jezelf bezig en zie je niet naar hem of haar. Maar om vergeving vragen, dat wel. Een zaak, denk ik, die we nooit moeten vergeten. Het gebeuren op Golgotha was geen toneelspel, maar een dodelijk en vreselijk gebeuren. De Zoon van God aan het kruis genageld. Voor mij, voor u, voor jou. En als je bedenkt dat hij je heeft gered van de eeuwige dood, dan vecht je toch tegen de zonde. Dan opent je hart zich voor de geest. En samen met hem vecht je om Jezus als een gehoorzaam kind, secumens, heer en meester van je leven te laten zijn. Stefanus, de man
met een rotsvast geloof. Tot in de dood. Anno 2022 zijn er nog steeds martelaren. Want er zijn landen waar het levensgevaarlijk is om te geloven. En als jonge mensen zich daar melden bij de gemeente, kun je je voorstellen dat de voorganger zegt, zullen we eerst eens even praten? Eens een eerlijk open gesprek houden? Want weet je wel wat het echt betekent om Jezus te gaan volgen? Ja, Jezus ziet wat graag volgelingen komen. Er zal vreugde in de hemel zijn over elke nieuwe volgeling. Maar ga er niet ondoordacht toe over. Dat zou namelijk een grote teleurstelling zijn en worden. Jezus volgen, evangelie verkondigen, leven zoals hij leefde. En ik denk aan de Indiase meer, totaal in elkaar geslagen door haar vervolgers. Omdat ze in Jezus geloofden. En toch is ze er bovenop gekomen. Omdat God haar zelf hielp. Ze moest wel heel lang herstellen. Maar haar geloof heeft ze behouden. Door de werking van de geest. En wij? Jezus volgen? We leven in verwarrende tijden. Angst wordt gepredikt. Mensen raken van slag. We hobbelen van de ene crisis naar de andere crisis. De ergste crisis is de geloofscrisis. Er wordt gedreigd met een wereldoorlog, hongersnood, nieuwe pandemieën, niets vreemd toch? Jezus zelf kondigde dit aan. Voorts wat krom was, wordt als recht gepredikt. Zonder geliefde, zoals God verboden heeft, wordt voorgesteld als echte liefde. Het meest waanzinnige vind ik de roze toestanden. Bij de Vierdaagse was een roze wandeldag ingelast. Stel je voor. Ja, als je niet meedoet met de LHBT en wat er nog allemaal achtergevoegd kan worden, dan wacht je wat. En de Bijbel kent naar mijn mening ook maar twee soorten mensen. Een man en een vrouw. En vanmorgen was ik in een zaal waar kerkdienst werd gehouden. En op de toiletten zat een poppetje. Die bestond uit een halve man en een halve vrouw. Dat poppetje hing aan de deur van het toilet. En dan denk ik, hoe verzin je het? Dat schoolkinderen daar al mee opgezadeld worden. Jezus wordt ook vaak niet meer als Heer en Heiland voorgesteld. Maar als een mens die de weg wat kwijt was. Een idealist. En de kerk hobbelt met de meute mee. Grosso modo. We zien in de geschiedenis van vanavond dat je de kracht moet krijgen van de geest om de juiste woorden te spreken. Zelfs al kost het je dood. En met nadruk wil ik er ook op wijzen hoe de voorbeden voor de vijanden van het evangelie opgenomen is in Gods plan van het heil. Aan het slot van de tekst komt Saulus Paulus in beeld. Hij verleent hand- en spandiensten bij de executie. Dus hij neemt nog niet actief aan de vervolging mee. Maar hij is het ook hartroerend eens met deze terechtstelling. Toch zal God straks zijn harde hart breken. Daar zit in Gods beleid mede het gebed van Stefanus achter. Dit tot heil van Paulus. Wat heeft hij ook onder zijn daden geleden? En hij zal een belangrijke plaats in mogen nemen bij de verkondiging van Gods koninkrijk. Bij het stichten van en leren bij gemeenten. Voor deze vervolger, die volger mocht worden, was er genade. Genade is ook zo'n mooi lied. Genade zo oneindig groot. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood. En blind. Maar nu kan ik zien. Weet u wat het antwoord is op de vraag hoe kan zoiets verwoord worden? Wel door het derde couplet. Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Dat is het geheim van de gelovigen. Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Dat is voor mij pure genade.
En vlak voor zijn sterven zegt hij tegen zijn volgelingen: ik ga heen om een plaats in het vaderhuis voor jullie gereed te maken. Hij zegt niet: doe maar goed je best en zorg dat je er komt. Nee, er is een huis van mijn vader. En ik, Jezus, ga heen om een plaats gereed te maken. Hij zorgt voor die plek. Wat heeft hij er niet voor gedaan? Hij heeft de hemel ervoor verlaten. Hij is uit dat vaderhuis weggegaan. In deze donkere en verloren wereld gekomen. Onvoorstelbaar. Die enorme stap. Iemand zei alsof de schrijver van het verhaal in het verhaal zelf is gekomen. En het was geen mooi verhaal. Het was een puinhoop. Hij komt om het op te lossen, recht te zetten. Hij heeft ons leven opnieuw geleefd. En kijk eens wat ik, Jezus, ervan heb gemaakt. Dit wil ik u geven. Jezus kan dat gelukkig wel zeggen. Dit is mijn leven. Het is helemaal zoals uw vader het wil hebben. Hij was gehoorzaam tot het laatst en deed het in onze plaats. Na Stefanus hebben velen hun oude leven afgelegd in vol vertrouwen op hun meester. Wij gaan straks weer op pad. Misschien zelfs op vakantie van de week. Of we zitten wel of niet gedwongen door omstandigheden thuis. Vandaag, 24 juli 2022, nodigt Jezus u, jou en mij uit. Of u hem wel of niet echt kent. In hem geloof, tot u, jou en mij, zegt hij: mijn lieve kind, jij bent met vele anderen op weg naar het vaderhuis. En als je mij in je hart hebt, als je je vertrouwen op mij stelt, tenminste, anders mis je je doel en kom je daar nooit. Maar op een plaats waar je echt niet wilt zijn. Het gaat om de eeuwigheid. Zo volgend en je vertrouwen op hem stellend, gaan de woorden van Jezus mee, de nieuwe week in. Ik ben er voor je, om je de juiste weg te wijzen. Ik ben naast je, om je in je armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. Van nu af aan, wie zou hem, onze redder en verlosser, Jezus Christus, willen missen? Dan kan je alleen maar zeggen, en zeg het maar gerust daarop: mijn Jezus, ik hou van u. Ja, ik noem u mijn vriend. Amen. Wil Jezus volgen, zongen we zojuist. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag, in alles. Maar menen we dat ook, als we dat zingen? Denken we er ook over na, Heere God? Of zingen we het zo gewoon, uit gewoonte, een leuke melodie, mooie woorden? Ze komen vanzelf wel uit onze mond. Of komen ze uit ons hart? Want dat maakt een heel verschil. En nu kent u ons door en door, zoals we hier zitten.
Voor sommige mensen, weet u, is dat beangstigend. Die vinden het maar niets dat u ons door en door kent, dat u ons gadeslaat. Die vinden dat zo naar dat ze niet eens wat van u willen weten. Dat horen we in gesprekken wel vaak. Dat u de grote boze toeschouwer bent. Dat ze niets van uw genade willen weten, van uw liefde en van uw trouw. En wat we ook hebben meegemaakt in het leven, we zullen toch allemaal wel een keer gemerkt hebben dat u er bent. Dat u onze God wilt zijn. Dat u voor ons zorgt. Dat u ons uit situaties hebt gered. En mocht dat allemaal niet gebeurd zijn, geef dan dat we toch op u blijven vertrouwen. Dat we aan u vasthouden. Dat we beseffen dat Jezus echt geleefd heeft. En dat uw woord onze richtsnoer geeft voor het leven. En dan kunnen we allerlei dingen goed gaan vinden om ons aan te passen aan de maatschappij. Maar dat leidt ons op een verderfelijke weg. Op een heilloze weg. Dat zegt uw woord ook. En als we dat niet geloven, dan vertrouwen we u niet en dan geloven we u niet. Dan maken we u tot een leugenaar en dat is het verschrikkelijkste wat we kunnen doen. U, die zoveel liefde zijt. Ja, en u bent ook rechtvaardig. Dan bent u aan uzelf verplicht. In u is geen leugen, geen bedrog. U bent rechtvaardig. Twee kanten. Liefdevol en rechtvaardig. En daarom is het zo dat velen zich afwenden van u. U kijkt toe. En zo kunnen we allerlei dingen opnoemen. U bent er niet bij als er oorlogen zijn. We vergeten gemakshalve dat wij allerlei dingen zelf uithalen en u de schuld geven. Dat is zo triest in het leven. Geef dat we vast blijven houden aan uw woord. Dat we vast blijven houden aan de Heer Jezus. Dat we geloven dat hij zijn verlossingswerk heeft gedaan. En dat het inderdaad geen toneelspel is daar op Golgotha geweest. Dat het vreselijk was. Dat u moest toekijken hoe uw zoon daar aan het kruis hing. Hij die zonder zonde was. Voor ons. Voor mij. Vreselijk toch. Geef dat we dat beseffen. En dat we daarom ook dankbaar zijn. En vol liefde tot hem die dat gedaan heeft. Geef dat ook wij leren bidden voor onze vijanden. En dat we vechten. Vechten tegen de haat. Vechten tegen het boze. Over de dingen die in ons zijn. De demonen die rondzwerven en ons proberen te verleiden. Die bezit van ons kunnen nemen. Heere, help ons toch. We bidden het u. Er is zoveel kwaad in deze wereld. En het is zo indoctrinerend wat er allemaal gebeurt door bepaalde groeperingen. Dat velen zich daaraan overgeven en maar meedoen om er van af te zijn. Van alle haat en nijd die over je uitgestort kan worden. Maar Stefanus geeft ons een voorbeeld. Dat we moeten strijden tot het eind. Jezus volgen, niet zomaar dat we met onze voeten op de tafel kunnen gaan zitten of op een bank, maar dat we staande blijven en vechten voor de waarheid die in Jezus ligt. Immers hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laten we zo de nieuwe week in mogen gaan. Of we nu op vakantie gaan, op vakantie zijn, of we thuis zitten en hebben meegeluisterd. Dan hebben we zelfs nog meer tijd om te overdenken, dan hoeven we de weg naar huis niet te doen. Dan kunnen we gewoon rustig nadenken over wat er gezegd is. Wilt u ons daarbij helpen door uw geest? Uw geest die leidt in waarheid en recht. Heer, hou ons vast alsjeblieft. We smeken het. We vragen u. Geef dat we de Heer Jezus vasthouden. En hem volgen en proberen te leven zoals hij leefde. En ja, we zijn niet volmaakt. En daarom vragen we ook vergeving. Wilt u met ons gaan deze nieuwe week in? Wat ons ook wacht, of we geopereerd moeten worden, of misschien een uitslag bij een dokter moeten halen. Misschien zijn we al terminaal ziek. Wilt u ons dan leren loslaten? Want oh, dat is zo moeilijk.
En u weet dat. U hebt velen gesteund bij het overlijden en u heeft velen losgemaakt. Maar u weet ook hoe moeilijk het is als je van elkaar houdt. En dat je dan alleen achter moet blijven. Dat gemis, dat is zo vreselijk. En we hebben ook een voorbeeld gehoord van die stervende, die de Heer Jezus zag. Toen het zo moeilijk werd, toen de boze nog een laatste aanval deed. Toen was hij er, zo trouw is hij. Geef ons dat beeld voor ogen, de trouw van de Heer Jezus. Dan kunnen we toch alles aan, Heere God, deze week. Ga zo dan met ons en breng ons volgende week weer in uw huis terug. Zo willen we u bidden, danken, loven en prijzen. We denken aan allen die op drift zijn geraakt in deze wereld. Door hongersnoden, oorlogen, vervolgingen. We bidden speciaal voor uw volk Israël. Wees ook daar met uw geest. En geef dat velen nog de naam van de Heiland zullen erkennen. En dan hem als Messias zullen belijden. We horen de laatste weken zo weinig over Israël. Het nieuws raakt op de achtergrond. De aanslagen, de terroristische benauwdheden. De oorlog die Irak of Iran zo graag wil voeren. Heere, wees ook daar met uw geest en bescherm hen. Bewaak hen. Het is immers uw oogappel. Toch nog? Zo bidden wij voor hen die omwille van het geloof worden vervolgd. Net als Stefan is gemarteld en gedood. We denken aan landen als Noord-Vietnam, de islamitische landen. En zo kunnen we vele landen opnoemen waar dat gebeurt. De gebeurtenissen zijn verschrikkelijk. Maar eenmaal zullen zij als martelaren in uw koninkrijk heersen. Als koningen. Heere, wees zo dan met ons. Dan bidden wij alles in vergeving van de zonde. Neem alles weg wat niet goed was, ook tijdens deze dienst. Zo bidden wij door Jezus onze Heer. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, dan volgen nu de collecten. En daarna zingen wij Psalm 111, vers 1 en 6 uit Weerklank. De collecten, van harte aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven. De collecte gevolgd door Psalm 111, de versen 1 en 6 uit Weerklank.
Gemeente, ga dan alle heen in vrede. Verspreid het licht van Christus en weet u gedragen door de nabijheid van de Heere onze God. Ontvang nu hier en thuis zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede.